We hebben dit jaar een dag cadeau. 29 februari is schrikkeldag. Dat is een dag extra. Daar heb je misschien niet op gerekend. Is dit niet het beste moment om die dag te pakken, te claimen? Het is maandag, om te zorgen dat je niet naar je dagelijkse dingen gaat, maar die dag aanwendt om eens heel diep na te denken over grote zaken. Over verre toekomst, over grote idealen, over wat nou verscholen in jou zit als wat jou warm maakt, waar je vuur zit. Ik ben zelf als componist nu al een jaar of 15 bezig. Uiteindelijk ben ik vooral ook heel veel bezig met projecten, met dingen organiseren en regelen. Ik raak al heel snel ondergesneeuwd in allerlei korte termijn zaken. Ik vraag me bijna nooit meer af, waar wil ik staan over 5 jaar? Wat wil ik voor elkaar hebben gekregen over 10 jaar? En ik wil mezelf dwingen, 29 februari, geen e-mail te checken, geen lopende zaken te reserveren om na te denken over die toekomst. En ik hoop dat je mee wilt doen. Ik zoek mensen, professionals, creatieven uit de wereld van kunst of sociaal-maatschappelijke ondernemingen, mensen met idealen, maar ook mensen die het echt in de praktijk willen zetten om samen te komen en echt de diepte in te gaan en commitment uit te spreken om ook die grote dromen te gaan verwezenlijken. Daar gaan we een hele dag aan werken.